Vrienden, ja, we kennen hem nog. Bart van Houten, u weet nog wel, de coronapatiënt. Ja, en we zijn nou 10 weken verder, geloof ik, hè, Bart? Ja, zo goed als aan 10 weken verder, inderdaad. Ja, en hoe is het ermee? Nou ja, om eerlijk te zeggen, zit ik nog in een revalidatietraject. Ja, Het wauw. revalidatietraject is echt voor ex-coronapatiënten. Ja. Je moet rekenen dat ik nu op ja, 30%, 35% van mijn normale kunnen zit. Dus, 30% en het is maar. vooral qua. Ja, dat moet je echt rekenen qua krachtinspanning. Ja, ja, al mijn kracht is gewoon helemaal weg. Dus ik kan nog maar 30% van wat ik normaal kan, zeg maar. Ja, en je probeert zo min mogelijk krachtinspanning te doen. Ja. Want als je namelijk net iets te veel doet, dan kan ik de volgende dag kan ik helemaal niks meer. Dan kan ik alleen maar in mijn bed liggen. Dus je moet heel erg voorzichtig. Het duurt echt enorm lang. Ze hebben nu gezegd dat ik in ieder geval nog een half jaar in dit traject moet zitten. Wauw, een Maar half jaar nog maar een nog? beetje. Nu nog een half jaar, ja. Ja. Dag zeg. En dan te bedenken dat mensen het een normaal griepje noemen, Harry. Ja, maar ik lees niet anders Ja. in alle reacties bij mij op het kanaal. En iedereen Ja. heeft het maar steeds over, het is maar een griepje, het is dit en dat. Nou, het is toch geen griepje, of wel? Nee, het is. Vaker heb ik een griepje gehad, maar ik heb hem nog nooit zo gehad zoals deze. Dit is echt niet een normaal griepje. Het is enorm zwaar om terug te komen. En ze kunnen niet eens garanderen dat ik helemaal terugkom, hè? Ze kunnen garanderen dat je voor 80% terugkomt. En als je voor 100% terugkomt, heb je geluk. Wauw, Ja, goeiedag. dus er zit een hele grote kans in dat ik hier gewoon blijvend last van krijg. Of blijvend last van hou. Zo, nou ja, voor En alle dat ik. mensen die dus denken dat het een griepje is, luister even hier naar Bart, want dat is dus gewoon niet zo. Hè? Nee. Nee, dus wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Dat het geen normaal griepje is. Een normaal griepje ben je niet een half jaar onderweg. Nee. En met een griepje ben je binnen 3, 4 dagen ben je weer aan het werk. En dat Ja. is dit absoluut niet. Dus vrienden, wat ik steeds gezegd heb, en Bart bevestigt dat, neem die corona serieus. En Bart, toch? Ja, en draag gewoon een mondkapje. En Een klaar. mondkapje, ja, tuurlijk. Ja, waarom niet? Het is een kleine moeite. En ja, we weten allemaal niet of het 100% allemaal goed is. Maar ook al zou het 50% goed zijn, dan ben je er al, hè? Dan ben je Ja, er al. precies. Dankjewel Bart dat je mee wil doen en dat je weer iedereen wil waarschuwen. En ja, we hopen dat ze een keer gaan luisteren. Ja, laten we het alsjeblieft hopen, Harry. En dat we zo snel mogelijk. Kijk, als iedereen zich er nou echt een paar maanden aan houdt, dan zijn we er met z'n allen heel snel vanaf. Het Yes. allerbeste en de Dankjewel, sterkte man. met je herstel. Ik spreek je. Hoi, hoi. Jo, Hoi. dag.